We maken ons op voor de eerste topper in dit Eredivisie seizoen. PSV tegen Ajax. Van ten Driessen, Ajax heeft wat recht te zetten daar in Eindhoven. Ja, zeker. Volgens mij twee keer achter elkaar met 3-0 verloren. Vorig jaar was dat niet noodlottig, maar het jaar daarvoor wel. Want het was de kampioenswedstrijd van PSV. Die werden op die middag werden die kampioen van Nederland. En ja, dat was het ultieme natuurlijk. Hè, tegen je concurrent kampioen worden. Dat zal dit jaar niet gebeuren, want de wedstrijd is nu al heel vroeg. En ook de return staat voor redelijk vroeg in het seizoen al gepland. Dus het is wel een clash waar je naar uitkijkt. Omdat het zijn de twee beste ploegen van Nederland, veruit. En ze hebben allebei een geweldige aanval en een mindere verdediging. En ja, wie gaat er uiteindelijk als eerste zeg maar richting de winterstop? Ja, Ajax wint van Lille, PSV wint van Sporting. PSV met name positief over de eigen vorm, zegt ook Nick Viergever. Zeker na die interlandperiode hebben we natuurlijk tegen Vitesse goede wedstrijd gespeeld. Overtuigend uitslag neergezet, nu win je goed. Nou, dat zijn resultaten die je wilt. En nu moet je doorbouwen naar Ajax. En moeten we ons weer klaarmaken en fris zijn dat we weer volle bak kunnen gaan. En dan staat er een 17-jarig talent in het team die eventjes twee assists op zijn naam zet. Ja, tegen Sporting, buitenkantje links nog even één. En de corner, hè? Daar kwam de 3-1 kwam daaruit. Ja, uitstekende speler. Ongelooflijk dat Van Bommel hem niet eerder op die positie heeft gezet. Voor mij hebben we het hier zelfs al een keertje gezegd. Mohamed Iataren, daar hebben we het over. Ja, die laat zien dat het een exceptioneel talent is. Pas 17 jaar en nu in feite al de vormgever bij PSV. En ik denk dat hij kan het verschil maken. Hij kan die vier of drie aanvallers voorin in stelling brengen. En daar had PSV heel veel moeite mee tot vorige week. Tot die 5-0. Hè. Alle aandacht ging uit naar Malen, terecht. Die maakt 5 goals, dus dan verdien je ook alle aandacht. Maar de man daarachter, de grote verandering, was Iataren. Dus. Ja, want jij had een toch wel opmerkelijk verhaal in jouw column. Dat je eigenlijk zei, het is opvallend, zacht uitgedrukt, dat de spelers, Tadić bijvoorbeeld of Bergwijn, dat die eigenlijk leading zijn in het neerzetten van het elftal op de goede positie. Nou, uiteindelijk in bepaalde puzzelstukjes leveren zij aan. Hè. Ja. Bij Ajax heeft Tadić natuurlijk verteld dat hij graag Daley Blind achterin wilde hebben. Daley Blind ziet hij als een goede speler op het middenveld, maar een topspeler achterin. Nou, dat is veranderd door Ten Hag. En bij PSV is het zo dat Bergwijn die stond achter de spitsen, maar die hoort helemaal niet achter de spitsen. Maar Van Bommel die bleef daar maar in volharden, totdat Bergwijn zelf bij hem kwam. Die zei, ik wil gewoon aan de linkerkant spelen. Want daar speel ik gewoon mijn beste spel. Daar heb ik het meeste rendement. En dat zou betekenen dat Iataren achter de spits zou komen te spelen. Nou, eindelijk durfde hij dat dan aan tegen Vitesse. Nou, nu ook weer tegen Sporting Lissabon. Ja, en hij betaalt het gewoon uit. Maar wat zegt dat over die coaches? Ja, dat ze volhardend zijn in het volgen van de verkeerde weg. Ja. Een beetje tunnelvisie is het. Van dit is de weg die ik voor ogen heb en daar wijk ik gewoon niet vanaf. Nee. Ook een beetje bijvoorbeeld van Bommel. Iedereen roept van Bergwijn hoort niet achter de spitsen staan. En dan toch denken van ik weet het beter dan alles en iedereen. En ik hou er gewoon aan vast. Ik laat hem daar gewoon staan. Ja. Terwijl iedereen zag dat die jongen ongelukkig was op die positie. Even voor de blessures die er spelen. De belangrijkste, Donny van der Beek. Is wel hersteld, geloof ik, maar gaat Ten Hag nog niet opstellen. Nee, hij deed daar heel geheimzinnig over Ten Hag op de persconferentie. Maar ja, daar hoeven we natuurlijk niet geheimzinnig over te doen. Iemand die zo lang niet gespeeld heeft, gaat nooit in de basis starten. Hij komt waarschijnlijk wel op de bank en dan zou je hem een aantal minuten kunnen gunnen en geven. Het is ook belangrijk natuurlijk dat hij weer wat wedstrijdritme opdoet. Ja. Nou, als de stand het toelaat, dan zal hij ongetwijfeld zijn minuten pakken. En toch zou je ook kunnen zeggen, als je naar Ajax Lille kijkt, dan was met name het vele balverlies en toch wel de onrust de reden dat Lille nog goed in het spel kwam. En Van der Beek op 10 of op het middenveld creëert misschien wel net de rust die nodig is om van PSV te kunnen winnen of een goed resultaat neer. Ja, maar je moet wel kijken of iemand ertoe in staat is, hè, fysiek. Of hij na zoveel wedstrijden gemist hebben, of hij op dat moment al zijn beste vorm kan tonen. Mm. Als hij dat niet kan laten zien, ja, dan heb je natuurlijk ook weinig aan Van der Beek. Dan maakt het in principe niet zoveel uit. Maar ik denk ook niet dat daar lag het probleem ook niet. Het probleem is niet Donny van der Beek, zeg maar. Het probleem is veel meer de organisatie van Ajax op het moment dat ze de bal verliezen. Dan hebben ze te veel spelers die niet meedoen. En
vooral de drie voorin, maar ook op het middenveld worden veel verkeerde keuzes gemaakt. De verdediging die niet ver naar voren durft te spelen, omdat ze de snelheid eigenlijk missen. Dat zag je tegen Lille ook. Dus die zijn voorzichtig. Nou, er valt een elftal uit elkaar. Er ontstaat er enorm veel ruimte. En daar speelde Lille echt wel redelijk goed op in. Alleen ja, in de afwerking scoorden ze natuurlijk een dikke onvoldoende. Ja, overigens zei Ten Hag nog wel iets interessants. Toen de elftallen met elkaar vergeleken werden, je zou kunnen zeggen, was de vraag dat ze een beetje op elkaar lijken. Defensief zwak, aanvallend heel sterk. Ja. Toen zei Ten Hag, ze spelen eigenlijk met twee blokken. Ja. Hè, PSV met zes achterin en vier cowboys. Ja. Ja, cowboy. Cowboys. Ja, nee. Geen grappen over het accent, hè? Nee, helemaal niet. Nee, ik herhaal alleen wat hij gezegd heeft. Maar dat zijn het natuurlijk ook wel. Want ze hebben alle vrijheid om ten opzichte van elkaar de posities te bezetten. Dus de ene keer staat Bruma links en de andere keer staat Bergwijn links. Dus ja, wat dat betreft, of Malen, hebben zij veel meer vrijheid dan de Ajaxiden in hun spel. Alleen het probleem wat je bij PSV ziet, dat is of eigenlijk hetzelfde probleem als bij Ajax. Ook daar ontstaat enorme ruimte op het middenveld. Omdat Hendricks en Rosario niet in beste doen verkeren. En die durven ook niet op te schuiven. En dus de verdediging ook niet. Dus daar ontstaat ook veel ruimte. Maar ik denk dat als ik PSV naast de Ajax zet. En ik moet zeggen van wie zou ik nou graag bij Ajax zien. Dan zou ik Iataren graag bij Ajax zien. Malen bijvoorbeeld in de spits van Ajax. Maar voor de rest zijn er niet zoveel spelers waarvan ik denk, nou, die moeten we in Ajax 1 zetten. Nee. Ik denk dat Ajax wat dat betreft kwalitatief verder is dan PSV. Ja, rust, maakt dat nog wat uit? PSV donderdag gespeeld, Ajax dinsdag? Nou, ik denk dat PSV met een heel goed gemoed die wedstrijd kan aanvangen. Omdat ze hebben gewonnen van Sporting Lissabon. Ze hebben dik gewonnen van toenmalig koploper Vitesse, 5-0. Dus ja, ik denk dat dat geen rol gaat spelen. Nee. En zo diep hoefden ze gisteren ook niet te gaan tegen Sporting. En de rivaliteit werd ook nog gevraagd. PSV misschien toch meer geladen in zo'n wedstrijd dan dat Ajax? Dat zeker. De afgunst richting Ajax is in heel Nederland groot bij alle clubs. Maar bij PSV misschien nog wel de grootste, omdat ja, daar is PSV is ook de grootste concurrent van Ajax. En Van Bommel, hè, is het ook bekend dat hij natuurlijk een hekel heeft aan Ajax. Waarom is dat eigenlijk zo groot bij hem? Ja, dat is zo gegroeid. Hij is PSV'er en hij is absoluut geen Ajaxiet. En je zag ook toen hij speler was hoeveel voldoening hij eruit haalde om te winnen in de arena. Daarvoor ging hij echt heel ver. Ja. En dat is ook goed en dat is een goed recht. En als trainer is dat ook zo goed recht om PSV echt zo neer te zetten dat zij het Ajax moeilijk kunnen maken. In Amsterdam is dat allemaal wat minder. Hè. Daar hebben ze wat minder die rivaliserende trekjes. Maar op het moment dat Ajax 4 seizoenen achter elkaar geen kampioen wordt, dan is PSV ook de grootste vijand. Nee, precies. Nog even één element wat we erbij moeten halen buiten deze topper. Dat is Feyenoord en Rick Karsdorp. Dat was een opmerkelijk incident na Rangers-Feyenoord. Hij kreeg het eigenlijk aan de stok met fans. Ja. Wat weet jij daar meer van? Nou, zijn eigen fans, hè. Kijk, ik kan begrijpen als je in Ibrox dat je bonje hebt met Schotse supporters, maar met zijn eigen fans. Nou, het feit is dat hij, en dat was al van zijn eerste periode bij Feyenoord, dat hij gewoon mot heeft met een aantal supporters bij Feyenoord. En die bejegen hem onheus. Heeft hij daar geen moeite mee als ze hem verrot schelden en wat dan ook tegen hem zeggen. Of dat ze vinden dat hij niet goed speelt. Alleen het punt is, ze trekken het ook naar zijn privéleven. Ja. Zijn kinderen en zijn vrouw worden ermee geconfronteerd met sms'jes, met appjes en alles. En dat gaat natuurlijk veel te ver. En daar zou paal en perk aangesteld moeten worden. En Rick Karsdorp moet eigenlijk natuurlijk gewoon de politie inschakelen. Maar het is wel goed dat hij zich uitspreekt ook in een interview dan? Ja, dat vind ik wel, want nu weten we het allemaal. En nu kunnen wij ook zeggen wat Rick Karsdorp moet doen. En ja, die moet hier gewoon werk van maken. Oké, tot slot. Ja, ik zit met voorspellingen, maar ik geloof dat sinds jij hebt gezegd dat Malen nooit scoort. Nou, Malen ook al niet. Dat is echt aan de lopende band. Hè? Dat is echt... Lucas Moura, Malen gaan we hier ook bij halen. Durf je nog een uitgesproken voorspelling? Ja, nou, ik had ook een hele goede voorspelling. Ik zei ook dat Ajax dik zou winnen van Lille. Dus ja, wat dat betreft durf ik wel een voorspelling. Kan ik me niet herinneren. Nee. Maar ik denk dat dit op een gelijkspel afkoerst. Oké, Vaten. Ja? Bedankt. Graag gedaan.